Nee. Nou, wat zeg ik je? We zijn net op tijd. Ik was altijd op tijd. Voor de goal ook. Ik was altijd op tijd. Ja, maar dit is geweldig. Tot 31 augustus kon je je opgeven om de Golden Seats van Ziggo in de Johan Cruijff Arena te winnen. En vandaag ga ik de winnaar verrassen. Kijken of we wat kunnen zien hier. Ik vind dit hele goede plekken. Ja, dit is echt mooi. Zo bij de wissels. En dat doe ik natuurlijk volledig in stijl met de beste chauffeur die er is, toch? Hey, Jaak, goedemorgen. Wij gaan meneer Wortel verrassen. Hoe heet hij, meneer Wortel? Wortel heet hij. Dat is een mooie naam. Dat is een mooie naam, hè? Ja. Jij rijdt veilig, toch? Ja, natuurlijk. Ja, en anders zijn Even we verzekerd. De beste chauffeurs die er is. Daar gaan we. Oké. Okay. Hij is schilder en hij is nu dus ergens aan het schilderen. Ja. Hij weet van niks. Oké. Okay. En zo meteen staan wij in één keer met de cheque voor zijn neus. Ja, dat is prachtig. Dat wordt mooi, hè? We zijn er. We zijn er. We gaan hem verrassen. Verrassen, ja, heel leuk. Jij hebt de cheque? Laat hem even Ik zien. Heb de check. Kijk eens, Patrick Wortel staat er echt voor. Ja. Laten we eens gaan kijken waar hij is. Dan zie je die vreemde figuren, denk je, nou, wat is dat? Nou ja, sowieso in jouw geval mag ik toch hopen dat hij weet dat wie je dat bent. Dat hij weet wie ja. Ja. Anders nemen we de check direct weer ja. mee. Ja, is goed. Dan hoop ik dat hij het niet net even met lunchpauze is of zo. Nee, dat hij even weg is. Die net weg is? Ja. Daar is hij. Hij staat daar bij de bus. Oh. Ik zie hem. Kijk. Hé, hey, kijk nou aan. Daar is hij. Ja, dat is hij. De Wortel, van harte gefeliciteerd. Ik heb een hele mooie prijs voor je. Dit is niet te filmen. Is die mooi of niet? Oh, dat is te gek, hè? Ja, hè? Oh, wat wijs. Nou, ik hoop dat je het heel fijn hebt. Meneer Zwart, hartstikke bedankt. Kijken. Je zit in een mooi jaar, Ajax. Oh, fantastisch. Ja? Ja, het is top. Ja, dat is toch mooi. Geweldig. Je zit achter de wisselspelers. Ja? Dus je hoort alles wat de trainers en alles zeggen. Oké. Okay. Zo op het veld. Dus dat is mooi. Ook de Champions League wedstrijden zitten hierbij. Ik kom niet meer zo thuis in. Het is een overbodige vraag, maar wat gaat er door je heen? Nou, wat denk je zelf? Stel maar zeg. Is dat geweldig? Ja. Ja, dat is echt top. Hoe lang ben je al een Ajax-fan? Ja, vanaf de geboorte. Ja? En in Meergen was ik bijna elke thuiswedstrijd. Geweldig. We gaan lekker de eerste wedstrijd naast elkaar zitten. Ja, leuk. De eerste twee thuiswedstrijden moet ik zeggen. De eerste tegen Heracles was niet zo goed. Ik hoop dat we tegen Feyenoord, PSV, dat we een mooie wedstrijd zijn. En nou wel het kippenvel. Ja. Als ik tegen Feyenoord dat hoor, hè. Ja, ja, ja. En Patrick, er hoort nog iets bij. Zo, dat is top, zeg. Kijk eens. Mooi shirtje erbij. Ja. Gezien ja. het. Gezien het, dus ja. Ik ga net weg. Nee, nou, wat zeg ik je? We zijn net op tijd. Ik was altijd op tijd. Voor de goal ook. Ik was altijd op tijd. Ja, maar dit is geweldig. Ik zie je tegen Groningen. Ja. Heel leuk. Kom ik naast je zitten. Gaan we lekker babbelen over de wedstrijd. Top. Ja? Zie ik jou ook hartstikke bedankt. Top. Inside Ajax. Iedere vrijdagavond op Ziggo Sport. Gratis voor Ziggo klanten.